Welkom terug bij Forza Horizon 5. En vandaag gaan wij weer aan de slag bij de rally. En dat gaan we ook weer doen met een auto die er eigenlijk niet voor geschikt is. En de laatste keer hebben we dat ook gedaan met deze Lambo. En vandaag gaan we dat doen met een Bugatti. Nogmaals, geen idee of dit gaat werken. Maar de race die we willen gaan starten, dat is... Even kijken. Dat is de Titan. En dat is de langste off-road race in de game. Of in ieder geval cross-country noemen ze het. Maar als eerste moeten wij dus onze Bugatti rally klaarmaken. Ik zou de Veyron kunnen doen, maar ik denk dat we gaan met de Chiron. En ik moet die livery eraf halen. Ik vind die livery super nice. Dat is mijn livery. Maar we moeten iets hebben wat meer rally is. Maar voordat we aan de slag gaan, eerst nog de comment van de dag. En de comment van de dag die is van Sam Boender. En dankjewel voor de comment. En een vraag die hij stelde was of ik multiplayer wilde doen voor in Modern Warfare. Ik weet niet. Ik vind Modern Warfare multiplayer video's een beetje naar. Warzone zit me steeds een beetje over te twijfelen. Maar een multiplayer weet ik niet. Dus misschien ooit. Ik ben momenteel erg bezig met die camo grind. En die gaan we niet doen. Spoilers, ook lelijk. Ja, dus qua opties hebben we niet heel veel. Maar ik ben dus momenteel bezig met de camo grind. Zodra ik dat heb gedaan, denk ik niet dat ik multiplayer nog echt aanraak. Ik heb eraan zitten denken om misschien binnenkort wat meer Search and Destroy te gaan spelen. En Search and Destroy kan wel leuk zijn voor video's. Dus misschien dat we dat gaan doen. Maar ja, hier valt verder rest niet veel aan te passen. Ik zou die velgen kunnen veranderen. Wat zijn off-road velgen? Oh! Ik ben best wel geneigd om zulke velgen te proberen. Het is zo raar en zo lelijk dat ik het op de een of andere manier wel grappig vind. Misschien dat er iets soortgelijks is wat er toch iets beter uitziet. Zoals dit. Dit ziet er zo rally uit. We gaan het doen. I don't care. Het liefst heb ik ze dan in het wit. Maar, oh wacht, ik mis trouwens nog mijn... Wacht, kan ik hier überhaupt suspension doen? Ja, 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 hier. Kan ik hier rally? Yes! Oh my god. Oh, ik vind het super sick. Damn. Ik vind het serieus super sick. Het is zo raar om een Bugatti zo te zien. En dat maakt hem juist wel uniek. Ik had graag wel een kleine spoiler gehad. Alleen dat kan niet. Want die, ja, je hebt die spoiler, maar die is zo lelijk. Die ga ik niet opgooien. En verder heb je niks. En je hebt die standaard spoiler die omhoog komt. Dus dat komt wel goed. Maar, yo! Dit is mental. Dit is dope. I love it. We gaan dus weer richting die berg. Waar we het laatst ook geweest zijn. Maar nu gaan we dus de langste race doen. En ik heb hem trouwens al gemarkt. Dat is mooi. Ik moet er even heen karren. En ik rij letterlijk de verkeerde kant op. Dus we moeten deze kant op. Wat? Klopt dat? Ze willen zeggen dat we die kant op moesten. Volgens mij moet ik gewoon recht vooruit hier. Of nee? Ja, kijk, daar is het. Je ziet de berg. Au. Oh, daar ging mijn kentekenplaat. Ik weet niet in hoeverre dit echt gaat werken. Want de laatste keer met die Lambo hadden we al dat die auto eigenlijk snel was. Want het continu aan het stoeien was. En laat eerlijk zijn, bij deze auto is dat geen ander verhaal. Oeh, oeh, ik sprong over een boom heen. Waar ik heel erg benieuwd naar ben, is wat voor auto's we zo meteen tegen ons gaan krijgen. Want als ik zelf in een Bugatti rijd, wat gaat de rest dan zijn? Offroad. Ik vind die stad in deze game wel echt gigantisch ziek uitzien. Als je van de afstandje kijkt, en dan de hele favela ziet, is super nice. Maar al die kleurtjes, is wel cool gedaan. Al mis ik nog steeds de Horizon 4 stad. Dat was gewoon cozy. Dat gaf me gewoon echt een beetje... Vooral dan met de kerst. Geef me gewoon ja, winter vibes. En dit alles behalve natuurlijk. Oh, kaprol. Oeh. Er zit hier ergens een XP-bordje. Kan ik die zien? Waarschijnlijk zit die ergens op het dak. Oh nee, dat is lol. Gewoon op een brug. Heb ik deze nooit gepakt? Ik mis hem nog steeds 18. Hoe oud is deze game inmiddels al? 2 jaar? Of 1? Ik zou willen zeggen 2, maar volgens mij 1 jaar. Ja, waarschijnlijk 1 jaar. Ik heb nog steeds al die bordjes niet. Ik vind het raar dat ik deze race niet eerder heb gedaan. Want ik vind die cross-countries altijd wel interessant. En er zijn sowieso wel best wel veel vet off-road auto's in deze game. Dus ik weet niet of ik hem nooit heb gedaan of nooit heb gewonnen. Ik bedoel, er staat nieuw, dus ik neem aan dat ik hem nooit heb gedaan. Ja, dit is in ieder geval de Titan 26,7 kilometer. En, het ziet er zo dope uit. Recommended ook. Ik weet niet of ik hem zou recommenden. Maar, waarschijnlijk zou ik eerder
zijn RS200 te recommenden. Alright, boys. De off-road Bugatti. Never done before. Waarschijnlijk wel. I don't know. En over off-road gesproken, waarom zijn er zoveel off-road Paganis? Oh, twee wielen. iedereen vliegt dan weer uit de bocht. Hier hebben we de laatste keer ook gereden met die Lambo race. En dude. Waarom rijdt iedereen in een Pagani? Dat is zo'n rare auto voor off-road. En ik rijd al eerste. Nog geen 10% en ik rijd al eerste. De Bugatti is de onbetwiste koning. Zowel on-road als off-road. Oh my god. Dit is unbeatable difficulty. Vrij zeker. Ik zal zo meteen kijken. Maar dit voelt niet als unbeatable. I mean, deze auto is unbeatable. Dat is wel duidelijk. En dit lijkt ook aardig veel op dezelfde... Shit. Ah, ik mis een checkpoint! Ze kunnen me allemaal weer voorbij. En jij mist nog een checkpoint, zo te zien. En toen stonden we weer laatste. Nice. Maar ja, dit is volgens mij dezelfde route als die race van die Lambo. De laatste keer. Al zal deze race wel langer zijn. Dus waarschijnlijk dat alleen dit gedeelte hetzelfde is. En ik ben ergens wel blij dat we die checkpoint misten. Want dan heb ik weer iets om te doen. Want ik reed zo snel eerst. Dat was een beetje flauw. Dan kunnen we weer een beetje naar voren gaan. En dat is ook het probleem. Met die cross-country races. Je mist vaak checkpoints. Dat is het lastigste. Want je hebt allemaal om die heuvels. En je blijft maar stuiteren. En dan... Oh, dan mis je bijna zo'n vlag. Wat ik nou ook weer bijna deed. Kijk hoeveel Paganis er zijn. Ik zou ze haast willen gaan tellen. Maar we zijn er al een hoop voorbij. Maar hier rijden er sowieso al 3. Volgens mij 4. 5. Ik zie er voor nog eentje. Dat is een hele hoop. En wij gaan bowlen. What the fuck? Dat heb ik nog niet eerder gezien. Dat is raar. Oh boy. Oh boy. Boe. Dat is nieuw. Bowlen in een race. Oh shit. Hij wil niet sturen. We rijden al wel weer vieren. Dus dat is flinke progressie. En Jeff de Wit rijdt derde. Nou, die gaan we ook elk moment wel inhalen. Nummer 1 en 2, die zie ik niet rijden. Dus die zijn wel aardig snel. Oh nee, daar zien we ze al. Ja, dit is raar. Hoeveel beter deze Bugatti is dan alles wat zij hebben. Dit is echt insane. Het is sowieso raar dat zij geen Bugatti's rijden. Waarom? Het is waarschijnlijk een van de beste hypercars die je kan pakken voor offroad. Want die is all-wheel drive. Dus dat is ideaal. En daar vliegt er al in uit de bocht. Dit is de nummer, of zijn de nummer 1 en 2. Allebei ook weer Paganis. Niemand weet waarom. Maar ik weet wel dat ik ze ga verslaan. Dat is duidelijk. We zijn bij de piramides, boys. En hier is volgens mij zo'n verharde weg. Yes. Kunnen wij hier even vol gas gaan? Nee, het is veel te kort. Veel te kort. Ik had wel verwacht dat ik hem al zou inhalen. Dus kudos voor dat. Hij is toch iets sneller dan ik had verwacht. Of ik heb ook gewoon iets meer moeite dan ik had verwacht. Maar dan zijn we al voorbij. Ja, de helft van de baan nog niet eens. En ik ben van eerste naar laatste. Nee, van laatste naar eerste naar laatste. Naar eerste. Ja. Want ik start achteraan. Het is sowieso unbeatable. Dan start je laatste. Oh, ik vlieg veel te ver. Yeah. Daar is mijn airbrake goed voor. Remmen in de lucht. Dit is wel echt een rare race. Wel een vette baan, though. Kijk, dan gaan we mooi door de jungle heen. Oh, boys. We gaan springen. Doe er gewoon al om. Dat was underwhelming. Zit je wat op mijn dak? Kom van mijn dak al. Oh. Nee, ik crash ook. Shit. Ah. Oké, dat is naar. We zijn bij festivals hier, lol. Is dat ook het idee van deze race, dat je al die festivals langs gaat? Ik heb geen idee. Maar eigenlijk nooit opgevallen. We moeten weer terug gaan krabbelen. Oh! Ik slip hier wel veel weg, merk ik. Waarom? Ah! Waarom slip ik hier zoveel? Ik weiger te verliezen van de Pagani. Ik weiger. Ja, we rijden alweer 5 hoor. Oh, snelweg.
Oké. Aan de kant, de boy. Oh, we gaan er alweer vanaf. Ik was even heel blij. Maar, helaas. Helaas. Au. Hij zit op bijna 70%. Dus nu moeten we toch wel weer een beetje naar voren gaan. Het zou echt super gênant zijn om deze race te verliezen. Gezien het feit dat we nou dus zo vaak op en neer zijn gegaan. Komt gewoon door dat crashen. Maar het is gewoon lastig ook met offroad. Je crasht redelijk snel. Of je vliegt van de baan af, mis een checkpoint. Het is niet de makkelijkste race. Oh. En hier gaan wij nummer 3 inhalen. Nee! Shit! Oh, boys. Ik kan de finish al zien op de map. Dat lijkt niet eens zo heel lang meer. Dat is ook niet zo heel lang meer. Je zit op 84%. Come on. Dit moeten we wel winnen, hè. Als ik dit verlies, dan gaan we gewoon een rematch doen. Maakt me helemaal niks uit. Anders kan ik vanavond niet slapen. Oh, ze vliegen uit de bocht. Anders kan ik vanavond niet slapen, ook zeggen, maar... Ja, joh. Ik zit al. Of kunnen we hier alsnog ergens een checkpoint gaan missen? Dat is nog steeds een optie. Yeah. Zo, rustig. Dat ze niet langs kunnen. Ja, ik sta wel versteld hoe goed zou het toch nog zijn in offroaden met die auto. Ik doe het ze niet na. Dat ding is sowieso niet echt heel snel. Dus raar dat het zo goed is. En dit is een scherpe bocht. Maar ja, dit lijkt wel een beetje op de eindsprint. Dus ik denk dat we hier wel gaan winnen. Maar goed ook dus. Is hier nog ergens een mooie sprong? Er is hier letterlijk een jump. Wauw. Wow. Ja. Ze springen niet over mij heen, hè. Dat zou zomaar kunnen. Dat ze over me heen sprongen. Maar ja, hey, we hebben gewonnen. Maar goed ook. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Deze auto had sowieso met een veel grotere voorsprong moeten kunnen winnen. Maar dat is misschien ook grotendeels mijn eigen schuld. Dat ik hierna crash en checkpoints mis. Dude, kijk hoeveel Pagani's er zijn. Er zijn 3 andere auto's en dat zijn Aventadors. De rest zijn allemaal Pagani's. Waarom? Waarom? I don't know. We krijgen wel een hele hoop XP, geld of zo, I don't know. Iets? Oh! Type D! Dat ding is wel lachen, dat ding is ook heel duur. Ik weet niet of ik die al had. Dan heb ik er nou 2. We zijn weer level up, dus we gaan een wheelspin. 1 paars item, wat... Nou, 2. Wat ik niet kan zien. $30,000. Joepiedoe. Oké. Okay. Wij zijn nog niet klaar met onze offroad races. We gaan sowieso nog een andere race doen. Misschien een gewone rally. Want dit was dan cross country. Was een hele toffe race, maar... Deze auto was daar duidelijk beter in. Misschien dat we bij rally wat minder geluk hebben. Kijk, dit lijkt een mooie race. En volgens mij heb ik deze al eerder ooit gedaan, maar niet gewonnen. Ik realiseer me nou trouwens dat ik ook aan het rijden ben zonder tractiecontrol. Misschien dat dat ook wel een beetje een probleem was. Offroad in een Bugatti Chiron. Zonder tractiecontrol. Dit ding is zo snel. 340. We gaan ook gewoon ruim 300 offroad. Het enige ding is dat hij gewoon niet bestuurbaar is dan. Dus je hebt er niet zoveel aan. Maar wel leuk. Alright, dit is dus de race. 7,6 kilometer. Een stuk korter dan wat we net hadden. Jongens, ik heb een kleine verandering doorgevoerd. We rijden momenteel met tractiecontrole aan. En ik neem aan dat het een verschil gaat geven. Ik zat trouwens geen laatste. Dat is een beetje raar. Oh. Ik dacht altijd dat je laatste start als je op een beatball speelde. Dat is dus niet zo, want ik heb het net nog gezien. Dus we rijden op een beatball. Ik vond het zo raar met die race. Die we eerder deden, die zo makkelijk was, maar... Het zal misschien met de race te maken hebben. Want die Festival Playlist races zijn ook makkelijker. Ik weet niet waarom dat is. Maar die zijn duidelijk... Oh, ik dacht dat ik de checkpoint miste. Die zijn duidelijk makkelijker dan de gewone races. En ik denk dat je dat hier al merkt. Want deze race lijkt al gelijk een stuk pittiger. En... Ah! Ik geloof niet dat het komt door mijn tractiecontrol. Nou, dat is moeilijk groot. Al is de auto wel iets trager. Dat merk ik wel. Maar hij slipt ook een stuk minder. En we gaan deze Lambo nu voorbij. En dan rijden we derde. Ook een heerlijke Lambo. Oeh, we hebben nummer 1 en 2.
En ik kan ze 1, 2, 3 niet zien wat het zijn. Die voorste leek op een oude Koenigsegg. Maar die tweede... Is dat een McLaren Senna? Het leek op van die Senna-achterlichten. Het kan trouwens ook zo'n Centenario zijn. Die heeft een beetje dezelfde achterlichten. I don't know. Ik merk wel dat ze snel weg zijn hier. Oeh, het is een Lambo. Het is een Centenario, inderdaad. Ja. Yeah. Je hebt dezelfde achterlichten, die strepen. Maar die van soort gelijk, hè. En we zijn op 72%. Nou begint toch wel het ijzer te dringen. Oh god, ja. Ik kan niet sturen naar al die heuveltjes en stuiters. Ja, ik weet niet of wij hem nog voorbij gaan komen. Ik denk dat wij 2 nog wel kunnen halen, maar 1 waarschijnlijk net niet lukken. Aan! Zo close! Oh, dit is echt een nasty ass bocht. Maar hier is de finish. Die gaan we niet meer inhalen. Dus, derde plaats it is. Zonde. Zonde, zonde, zonde. Maar je kan dus wel degelijk zien dat deze races lastiger zijn dan die special events. Ik weet niet of dat een toeval was, maar volgens mij is dat wel eens gaande. En we hebben dus verloren van een Centenario en een Agera. De Agera zou ik niet willen gebruiken voor offroad. Die Centenario wel, dat is waarschijnlijk een goede keus. Maar, we notice you've been using slideways design. Yes. Ik vind het echt een dope design. Wacht. Bovenop staat Forza Horizon 4 en aan de zijkant 5. Kijk dan. Hij heeft een foutje gemaakt. Maar, ja, dit ding is sick. Ik denk wel dat wij de video gaan beëindigen. Want die eerste race was al vrij lang. En, ja, het kan alleen nog maar bergafwaarts gaan. We begonnen met de win. Daarna derde. Waarschijnlijk dat ik nou nog niet eens top 10 finish. Dus we stoppen ermee. Wat ik wel even ga doen is kijken naar die Accolade. Die hebben we volgens mij gekregen. Oeh, een auto. Voor die eerste race die we deden. Oh ja, dat was dat ding. Die Type D. Er is er volgens mij nog één. Want dit is dan eigenlijk Audi. Maar er is er ook nog eentje van Mercedes volgens mij. Ik weet niet of die gewoon bij Mercedes staat. Ik weet ook niet of die heb. Waarschijnlijk niet. Ik ga even kijken. Ja, ik zie hem hier in ieder geval niet bij staan. Maar ja, we gaan deze video eindigen met nog een mooie wielspinnetje die we kunnen openen. We hebben nog een paar gewone. Die supers moet ik eigenlijk blijven sparen. Dat ik daar binnenkort nog een videotje van kan maken. We zitten nu op 19. Dus als ik 25 heb, zal ik waarschijnlijk nog een video doen. We openen er een paar. Dan kan ik 5 over hebben. Dus ja, vond je dit nou een leuke video, zou ik zeggen. Laat sowieso een likeje achter. Abonneer of meer. Klik op de bel. En hopelijk zie ik jullie binnenkort weer terug bij een nieuwe video. Dus tot dan. En houden we. Bye bye.